Goedemorgen, nee, morgenmeester is het. Het is 2009 en de aanleg van de Hanselijn is in volle gang. Aan de haak heb je nieuwe sporen en diverse werkmateriaal wat ze in Zwolle goed kunnen gebruiken. Je staat momenteel eventjes voor een rood sein. De Intercity naar Deventer en Zwolle heeft namelijk voorrang op de aansluiting. Wanneer je sein verbetert, mag je gaan rijden. Dienstregelingssnelheid bedraagt 85 km per uur. Nou ja, daar gaan we dat zeker van genieten. Nou, laten we in ieder geval eerst onze log klaarmaken. We rijden dus met een Class 66. Vind ik wel weer eens leuk om nou eens te rijden. Lichtjes erbij. Ja, ik heb er geen toeter van Amsterdam Powerhouse op zitten, want dit is namelijk de Emerson A-Pack van Steam. Daar zitten onder andere nog een paar andere logs in. Dat is van 13,99 standaardprijs of zo. 4 of 5 verschillende logs zitten erin. En dit is daar eentje van. Laten we de ruitwissers ook nog eventjes aanzetten. En voor de rest gaan we lekker even wachten. Dit is de standaard NRCE pack versie. Er zijn ook repaints, maar dat is op de 266. Dit is echt de weer een aparte Class 66. Vandaag zegt er zijn ongeveer een stuk of 6 verschillende Class 66 op Steam te krijgen. Maar goed, laten we eens eventjes kijken wie er allemaal een paar bitjes heeft gegeven. Nou, het onderwerp dat daar al niet, dat is natuurlijk gisteren ook niet geweest. Maar nou hangt het nog steeds boven Deventer, dus het blijft hangen zoals je ziet. Rutger kwam sowieso met, even kijken, 10 franketjes binnenvallen en een paar Dutch Day'tjes. Dutch Day Hype. Dankjewel Rutger natuurlijk voor alle support. En ook David kwam zojuist binnenvallen met 200 bitjes. Class 66 Hype, Dutch Day Hype, inderdaad David. En ook 3 mensen hebben zo te zien een extra beloning gekregen voor deze maand juni. Goed, dus hebben de mensen ook zelf een melding gekregen als het goed is. En dan heb je ook nieuwe icoontjes. Eens even kijken. En ik hoorde ook Martijn inderdaad voorbij vliegen. Inderdaad, het is Martijn. Met 2 volle jaren. Inderdaad, 2 volle jaren. Ja, ja, Pakjam Hype. Inderdaad, goeie avond Martijn en ook welkom. Dankjewel voor alle support natuurlijk. En natuurlijk ook alle anderen. Dankjewel jongens. En ik moet het ook wel even in de goede scherm doen. Zo, laten wij vertrekken. In ieder geval dankjewel allemaal voor alle support natuurlijk. Gelukkig als een good evening. Also welkom. Kom Frik Jorren. En alle anderen die ik tussendoor vergeet. Samson, ook dus ik nog voorbij komen. Die had ik dacht ik al genoemd. Rood natuurlijk ook. Tom, nog een goede avond. Mr. Mau, Marka. Dat ik de meeste zo rollen heb gehad, dacht ik. In ieder geval, mocht ik nog vergeten zijn, welkom. Hey, Japa ook. Goede avond, welkom. Ting. Jij denkt precies wat ik straks dacht. Ik zat te denken, zou ik er altijd ATB geluidjes bij doen? Nog maar niet gedaan, want het redde me qua tijd niet meer. Want... ATB. Ik mag wat meer tractie geven. We lopen een beetje achter. Wil je snel optrekken? Oké. Okay. Jij wil snel optrekken, Mark? Wordt geregeld. Maar ik mag maar 40. Deze trekt niet sneller op dan een 6400, kan je zeggen. Het lijkt heel traag, maar dat ding is... Wow. Dat wilt wel. En dan vind ik ook een goede avond, ook een beetje... Een hele goede avond, even wat later als om 8 uur en wat gaan we weer zien. De enige echte Dutch Day, eerste woensdag van de maand. Ja, we hebben een aantal, ik heb 3 vaste en een backup scenario staan. ATB uit. Ja, ken ik niks, doe dat TTG, geen ATB. Ja. We gaan beginnen in ieder geval, zoals je ondertussen al kan zien, met een Class 66. En dat doen wij met... Een werktrein. Het
net zo te zien waarvan het is van 3D Chuck, als ik me niet vergis. En dat doen wij hier op een onweersdag op de IJsselijn. En we komen zojuist aan in Deventer. Nee, dat was geen TTB spel, volgens mij gratis 3D Chuck spel nog wel. Goh, lekker, lekker, lekker. En daar vindt Goot er nog meer plezier bij. Want nog 3 mensen hebben er iets bij gekregen. Met inderdaad 200 bitjes. Dankjewel David, dankjewel. Seems good. That seems very good. Ja, ik vraag me alleen af waar ze tegenwoordig te verkrijgen zijn. Want RWA en 3D Chuck, dat is natuurlijk samengaan met de nieuwe website. En ik vraag me eigenlijk af, waar staat dat nu tegenwoordig? Dus als iemand een link hebt, laat het gerust even weten natuurlijk. Ding. Ja, precies dat. Nou, wacht even. Misschien. Ik heel even gaan spieken. Ik moet er steeds 40 aan houden. Want het is een 40 zone hier. Even kijken. Maakt trouwens geen bal uit. Even kijken. TS19. Nee. Nee, ik heb alleen maar ECTS. Zit trouwens ook al in de, niet in deze versie nog, maar ja. Loop wel een klein beetje achter op schema, dus 90 kunnen we inderdaad vandaag wel gaan aanhouden. Eens even kijken, is dat de link inderdaad? Ach ja, verrip inderdaad. Zijn nog te verkrijgen, gewoon gratis te verkrijgen. Na het gratis te downloaden met al het andere spul nog inderdaad. Dankjewel Mark. Wat te delen. En Laritje ook een goede avond. Welkom John, ook een goede avond. Was het al? Het zat al in de 40 zone. Oh, verkeerde. Wel een goede scherm pakken natuurlijk, hè. Oh jee, Ton heeft de mouse weer gespot. Jee. Zo. Een beetje trachtje erbij even mag nog wel. Ah, toen ik testte liepen we hier net niet voor de rode. En als de beest mee zit, doen we dat deze keer ook niet. Want in de city trekt het precies op tijd. Toch ga ik een beetje remmen. Want ik weet het maar nooit. Ik kan zien dat hij toch maar net weg is. Dat is zeker geen idee. Korte remblok. Jij wilt remblokken? Korte. Hoe kort wil je het hebben, koploper? Al best mee. Oh, zo. Nou, maak mijn extra stopje. Het was toch. Ah, oh, net een beetje opgetrekken naar richting het rood. Het was gewoon groen. Kijk toch eens aan. Nee, precies. Ja, oké, dat geloof ik al, ja. Oké. Dan mee te maken hebben dat daar die wissel natuurlijk ligt. Vandaag is geel. Hey dan. Zo. Even 40 gaan houden natuurlijk. Ondanks dat die intercity wel snel is. Ik wil
dan niet meteen zeggen dat we groen hebben. Ja, dat was wel heel realistisch geweest, ja. Nou ja, ik moet zeggen, dit is het weer van Eimkubitse Bergland. En dus er was sowieso geen reden voor om het weer aan te passen ofzo. Want Eimkubitse Bergland heeft wel behoorlijk goed weer ook erin zitten. Mocht je Amsterdam Powerhouse weather niet hebben, is dat een best goed alternatief. Mocht je die ook niet hebben, ja, dan laat ik het daar om een keer in de sale te kopen. Een van de twee. Zeer interessante pakketten. We hebben een nieuwe ATB. Weet je? Nou ja, echt nieuw is het niet, want het is gewoon een ATB die we allemaal al kennen. Die ook in een, volgens mij zat deze ook in een DM90, waar we trouwens later als het een beetje mee zit ook nog op komen. Eng. Ik heb zelf het zuinig gemist, dus ik wacht nog heel even tot op de hoek. Ik wil daarna wel even lekker goed doorknallen. Ondanks dat het geen tijdsgebonden scenario is, maar we zullen zien, dat trek ik daar op en sta ik weer voor de rooien. Better to be safe dan hier. Ja, die wordt sowieso opgelost. Is een bekend probleem ondertussen, Loris. Ik verwacht sowieso binnen nu met 2-3 maanden toch wel die update te gaan komen. Ik heb afgelopen weekend trouwens een bericht van gezien dat het in de laatste fase zit van het testen voor de nieuwe versie. En ik kijk er behoorlijk naar uit. Naar de Eimkubitse Bergland update. En is je het al ondertussen groen? Ik kan het net zien. Momentje. Ik wil eerst even kunnen zien dat het zijn. Wilt wij het zijn of het zijn dat we het weer kunnen instellen? En we hebben groen. Pedal to the metal. Als je naar scenario edit gaat en als je dat gewoon meteen hebt geladen, dan heb je aan de rechterkant altijd zo'n tabelle zitten met al je informatie van de naam van het scenario, de tijd, de al die dingen zeg maar. En er staat eronder ook weather en season. Daar heb je de standaard gelinkt al staan. Mocht je Amsterdam Powerhouse willen gebruiken, dan zou je eerst even ergens weer links onder providers AP en dan weather packs. Volgens mij staat helemaal onderin in de lijst. Moet activeren en dan weer terug naar dat scenario editje, dat ding. Dat is aan de rechterkant. Als je die behoorlijk weggegaan is. En dan kan je als het goed is daar een Amsterdam Powerhouse kiezen. De Eimkubitse Bergland durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen welke map dat precies zit. Dat koop ik niet elke dag meer, eerlijk gezegd. Ja. Ik kan ook binnenkort wel eens een keer simpel tutorial maken. Oh, van de SAD is de Eimkubitse Bergland, oké. Okay. Serieus, Martijn? Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Maar 1.5, daar zal toch een nieuw gedeelte zijn bij? Bouwdezoom. Ja, helemaal gratis en voor niks. Nou, en dat is trouwens ook een leuk detail over de gratis en niks. Eimkubitse Bergland update. Bind me er niet op, maar zover ik het begrepen heb, schijnt dat ook helemaal gratis te zijn. Maar ik bind me er niet op. Maar zover ik het heb gezien, ben ik toch wel zeer benieuwd over, want het ziet er fraai uit. Good evening, Pibes. Good evening. I'm doing very fine today. Well, very. I'm doing fine. Let me that way. Dit is met het every day today. Ik hoop 90 aan. Oh ja,
de voorbereiding natuurlijk voor die ook. Oké. Ja, is ook wel handig, ja. Maakt die jongen nieuwsgierig. Gesproken navigatie. En wat kleddels erin. Oh, Whitley. Ja, klopt. Oorspronkelijk mochten we inderdaad maar 85. Maar Marger had het advies gegeven voor 90. Dus dan rijden we lekker 90. Dus dat vind ik de broer. Kijk, letters. Ah ja, wat nou. Yes, we just started in Deventer on the ice line. That's the route we're driving on, and we're driving with the class 66. And I will lower the volume a little bit. This train is a little bit loud, and my own sound was a little bit quiet. So yeah, the class 66 MSA. That's coming with the disco rock pack. Really awesome one. One of the six ones. And we do that with some free wagons from the relay too. Get the picture. Not 100% sure. MSA is just a leasing company. They have a lot of Vectrons, 186, 185s, just call it, or they have logos. But the same as Alpha Trains. They rent the logos to other companies. Yeah. For example, the X-Logetic, and I totally forgot the 70. I'm so used to driving ATB in the Netherlands. ETB. But this train doesn't have any. Is dit nou Elst of Oost? Nee, dit is Elst. Oh, dit is Oost. Ook goed. Ik haal die twee altijd door elkaar. Nou ja. Ik weet dat allebei in een bord ligt vandaag. Oh jij. Laat Ton het maar niet zien. Komt hij weer met de kat. Ja, wanneer heeft hem al gespot. We laten in ieder geval wat weet het, 85 kan houden. Oh, never knew that. Voor de support. Een 4 maanden resub hype. Die maand aan 1. Dankjewel natuurlijk voor alle support. En een zeer goede avond inderdaad. Welkom. Oh, zo. Oh. Nou, dan weet ik niet precies wachten dan. Binnenlandse VS baanvlak. Wat? Ja, precies. Taxi eraf halen. Ik ben niet zo bekend in deze regio, om eerlijk te zeggen. Dus dan kan je me alles wijs maken. Het enige wat ik weet is de geschiedenis van deze lijn, een beetje. Maar dat is ook echt het enige. Nou. Hallo! Mag ik niet eens zien.
Wij komen 85 aan en wij. Nice. Wacht, 200. Nee, gaat het niet halen. Bij de 140 houden we dan snel, denk ik. En her ook een zeer goede avond en ook welkom met een resub high van 7 maandjes. Nog 2 maanden en dan wordt er weer een tweede baby geboren. Inderdaad, inderdaad. En ik heb geel. In ieder geval ook dankjewel natuurlijk voor alle support. Ja, het is altijd het begin van de maand, daar zitten de beesten inderdaad, dat klopt. Meestal is het een aantal rond de 5 à 7 dat het open is. Dat komt omdat ik mijn partnership oorspronkelijk op een 7e kreeg. Dus vandaar. Ah, mooi geel, groen. Maar in ieder geval, ja, dankjewel voor alle support natuurlijk. Dat is zeer gewaardeerd. Tussen gaat het met de uurtjes ook alweer lekker, zie ik hier en daar. Prettige 12:12. Ton met 11:42,5. Oeh, alpstofzuiger hype. Nice, Ton. 11:42. 48 uurtjes voor rood. Erwin, inderdaad. De 1400 gepasseerd. Compies Freak zit in de 1700 serie en spreken over de 1700. Of er juist net één aangereden. Kom, ook 300 plus. John Hoek gaat ook al lekker, bijna 900. Ja, voor de schoenen klopt, goed gezien. Nee, toen de tijd in 2009 was het. Was het toen nog ICR? Ja, toen was het nog ICR, ja. 2009. Ja, nog, de wal was nog volop. Ja. Ja, volgens mij wel. En toen gingen ze een tijdje uit service. Een aantal zijn toen al richting de ASL gegaan. En later is uiteindelijk al heel de vloot naartoe gegaan. Een paar, misschien na dan. Nou, dat is denk ik ook om één hand te tellen. Was dus dan nog. Nee, precies. Ja, ik vind dit persoonlijk gewoon de beste combi inderdaad. Gewoon, huppakee. 1700'tjes, ICR. Ja, dat is zo lang de vaste trein geweest op deze lijn. Dus Zwolle-Roosendaal. Frank Drives POV hebt inderdaad toch hele interessante video's daarvan staan, ja. Ja. Alleen de echte ICRM versie. Wat was het dan anders aan die versie? Want ik weet wel, we hebben de gewone ICR's, we hebben de ICRM's en we hebben de ICRMH. Van de laatste van Chris is de middelste, of de eerste twee van Mark. Daarnaast hebben we nog, volgens mij ICR. We hebben ook nog een pakketje van X-Shoulder en van Quincy Die. We hebben 4 verschillende pakketten van ICR's. Dat dus, oké. Okay. Benelux hebben we alleen van Mark D. Dat zeker op treinpunt. Even zoeken onder rollingmaterieel en dan onder de ICR staan onder Nederland en de logs van de Benelux staan onder België. Beetje gassen, oké. Okay. Komt voor de bak. Personenrijtuigen staan inderdaad onder de personenrijtuigen en dan onder Nederland. Thank you.
Welke bedoel je dan? Oh ja, je bedoelt die repaint. Volgens mij waren die op die van Shooter, dacht ik. Als ik me niet vergis, met het Belgisch logo erbij, ja. Ik dacht in ieder geval dat ze op die van de Shooter waren. Ik zal even 90 aanhouden. Prima zat. Ja, weet je, dit uurtjes zijn in principe niet zo belangrijk, joh. Het gaat erom dat je lekker naar je zin hebt en dat je er lekker van geniet. Uurtjes is leuk natuurlijk meegenomen, maar uiteindelijk zegt het niet veel. Want als iemand zijn naam verandert, dan begint hij toch weer voor of aan, dus. Mooie groen was het. Ik had hem net niet mooi tussen de 90 houden, merk ik al. Wel redelijk stabiel. Ja, en daarnaast is het sowieso geen wedstrijd. Dat sowieso. Semi-kunt cruise control. Hoe dan? Ja, omdat je die tractie wat makkelijker kan regelen, bedoel je dat? Dat is inderdaad wel iets praktischer, ja. Heeft deze toch wel iets meer moeten, maar ja. Precies dat, ja. Ja, in Nederland is toch bijna altijd alles vlak, dus ja, daar heb je ook geen probleem in. Ja, dat is waar. Ja, die gaat het echt gewoon op voor geprogrammeerde standen, dat merk je wel. Dat is het ook wat Gerben zegt inderdaad, ja. Er zijn er echt al bij, die lopen al sinds 2015 rond en er zijn er bij die zijn net 2 seconden in de stream ofzo, dus. Ja. Maar dat maakt allemaal geen bal uit natuurlijk. Iedereen is natuurlijk welkom. Ze willen even 7. Waarom zou ik 7? Dat is wel groot, moet er maar niet uit. Gaat misschien een beetje lekker, dat is het enige, maar daar hoef je niet te veel te 7 hoor. Ik verwacht het niet dat dat hier zo extreem is. Hey Jeroen, goedenavond. En ze gebruiken dus 3.27 ongeveer, dus ik vind het wel prima. Ja, 3.7. Voor 32 bit was dit echt zo. Dat hadden Zwolle net niet ingekomen, denk ik. Dat was het onbegonnen werk, ik vermoed ik. Ja, gelukkig draaien we op 64 bit. En er is ook niks aan de hand. Oeh, leuk huisje hier zo. Leuk detail. Ik raad sowieso gewoon aan om alle gewoon op 64 bit te doen. Maar eerlijk gezegd, ik doe tegenwoordig ja, alles eigenlijk op 64 bit. Ja.
dacht net nog te denken dat de ene net op groen stond, of geel stond. Ja, absoluut. Dat was echt een keychanger, die 64-bit, absoluut. Dat trekje er maar af gaan en laten we maar afremmen naar, even uitrollen naar 60. Dat is het ook zo. Wat dat betreft kan je bij mij, ik weet niet of je bij ons op de Discord ook zit, kan je behoorlijk veel informatie vinden over het Reiner. Niet alleen de game, maar ook real life. Heeft dus ook in het, ja, het broodspoor, zeg maar. Echt een beetje Max Social, dank je. Ja. Van alles. Er zijn ook een paar chats zijn wat misschien minder interessant is, maar goed, dat hou je heel uit. Vooral heel veel treinenspul. Ja, ja. Er is één gouden regel eigenlijk bij zowel Treinpunt denk ik als bij mij. Als je vragen hebt over Trade Sim, dat is één gouden regel. Ik ben benieuwd wie. Idee hebt welke ik bedoel. Dat is één hele gouden regel, eigenlijk een hele community. Eigenlijk zelfs twee, maar één cruciale. Dat is ook een goeie, Mark. Dat is ook een goeie. Dat is inderdaad ook een goeie. Maar ik bedoelde inderdaad handleiding lezen, ja. Dat is echt wel een van de belangrijkste gouden regels. Maar inderdaad, niet vragen naar release datum is ook een hele goeie, ja. Ja. Precies, inderdaad, ja. Ja. Nee, maar dat is een beetje gewoon overal. Kijk, de meeste mensen zijn niet beroerd om dingen te helpen natuurlijk, maar het is wel fijn als je een beetje zelf ook een keer toekijkt en uiteindelijk, als het er helemaal niet uitkomt, zijn de mensen best wel bereid om te helpen natuurlijk. Maar zelf eerst proberen, leer je natuurlijk zelf wat meeste van. Wat wij naar 40 gaan afremmen. Zo. Precies, precies. En ik moet zeggen, ik doe nou train sinds 2014, 15 of zo. Lang. En in het begin, toen ik in de community begon, Discord. Volgens mij had er toen de tijd nog niet echt veel iemand van gehoord van überhaupt Discord. Was het nog een beetje Teamspeak en zo en Skype. En heel veel dingen heb ik ook gewoon geleerd, gewoon wat je zoekt, gewoon in te tikken in Google en er gewoon RealWorks achter zetten. Heel vaak krijg je al antwoorden. En veel forums kijken natuurlijk, heel veel doornemen, heel veel plaatjes kijken, dat leer je ook heel veel aan. Zo ben ik een beetje begonnen in de community en... Ja. Eens even kijken, zie je... Laat het woord spel maar weg. Nee, dat vind ik altijd zo grappig als mensen zeggen, het spel, spel. Oh. Dan denk ik alleen maar, only if you knew. Ik doe ook in het begin, zou je altijd denken dat het gewoon een spel is. In feite is het ook gewoon een spel, maar het is een... Ja, een soort van hobby natuurlijk. Hè. Je koopt wat je wilt hebben, je koopt wat je uiteindelijk nodig hebt. En dat is eigenlijk hetzelfde met modelbouw. En ja... Ja, zelfs met Flight Sim, die is hetzelfde. Nou ja, om C en Euro Truck is dat niet echt zo, want het is niet zo gigantische. In vergelijking met, weet het, Flight Sim en
hoe heet dat ook alweer? De. Train Sim natuurlijk. En Train Sim is wat dat betreft ook behoorlijk hoor. Nou, Fernbus ook niet. En weet je wat het is met die games? Kijk, ze hebben wel een paar DLC's, maar dat treft nooit aan de hoeveelheid dat Flight Sim en Railworks hebben. Ja, Train Sim World. Durf ik het eigenlijk ook nog niet echt te zeggen. Kijk, er is wel wat, maar. Ja, je kan het nog niet echt als een hobby noemen, om eerlijk te zeggen. Omdat de hoeveelheid dat er is. Ja, is nog niet wat je zegt van heel veel. Ik heb voor Railworks, hè, wat we nou dus doen. Om een idee te geven. Is dit trouwens al het einde? Nee. Maar zoveel. Dat is echt voor een paar duizend euro. Geen tap gebruiken. Dat is ook een belangrijke. Niet zomaar tap gebruiken in de game. Er is echt zoveel voor te verkrijgen van third parties en zo. Wat. Ja, het eigenlijk gewoon dus echt meer een hobby maakt, inderdaad. Even op pauze zetten. Goed gedaan om het materieel op spoor 26 af te leveren. Dient kop gemaakt te worden. Gezien dit nu in de dienstregeling niet past, zal deze trein hier even blijven staan. Binnen nu en 7:21 vrijwel de gehele rolle gaan rijden. Aan jou de keuze of je daar naar nou wilt kijken of niet. Het scenario eindigt met het loskoppelen van de lok. Oh, daar zie je. Oh, oké. Okay. Laten we dan nog eventjes lekker een beetje hier rond hangen. Dus we vertrekken er nog een aantal wermpjes. Waarom moet dat mens net weer in beeld staan? Zo. Ja, ik verwacht binnenkort wel weer een summer sale of iets dergelijks. Hou vooral gewoon de Discord in de gaten. Er wordt sowieso wel regelmatig diverse nieuwtjes uitgegeven. ICM in de stoptrein naar Utrecht? Ja, het kan gewoon. En de MDDM. Ah, dat vertrekt een filmpje. Haha. Ja, er is ook een buffeltje hier. Lekker buffelen. Dan zeg ik drie interessant. Hou vooral die buffels ook in de gaten. Ja, waarschijnlijk nog wel een keer waken tegenkomen. Het is 2009. Beter. Nou, gekke dingen doen. Wat? Ja, vandaag. Maar dat was 10 jaar geleden, denk ik toch wel anders. Jeetjes. Ja, dat is inderdaad 10 jaar geleden hoor, my god. 10 jaar alweer. Pam padam padam. Ja, te denken, zal er nog een buffeltje uit Kampen komen? Ja, precies. Hé, hey, daar vertrekt de oploper. Hé, hey, wat zeg ik? 2 koplopers. Boy, 6-delig. Nou ja, klopt aardig.
Als vliegt het... Ja, dat sowieso. Weinig. Volgens mij is dit stiekem een spitsversterker. Hadden ze dat in die tijd nog niet? Nou, ik verwacht nog iets binnen eigenlijk. Dan zit ik eigenlijk een beetje... Wachten. Ik moet zeggen, ik vind de keuze van het weer ook wel zeer geslaagde. Oh! Dan zo eens kijken. Hier. Acht. Ah. Oh, zakken de karten. Intercity naar Leeuwarden. Wist je dat we de IC nou waren? Ja. En daar vertrekt ondertussen ook de Intercity naar Roosendaal. Met een 1733. Oeh, hey. En nog in de juiste volgorde ook nog. Willen zijn. Hey Edwin, goeie avond. Hoi. Buffeltjes in Enschede inderdaad. Dan worden we afgebuffeld. Ah ja, dan moet er maar even voor de grap wegdenken. Hoi. Dat ding had ik niet verwacht. Twee plannetjes. Twee V'tjes. Oh, daartje is ook al weg. Mooi. Zo, nou, dat was je denk ik. Laten we onze trein in ieder geval maar afkoppelen hier. Oh. En dan... Volgens mij moesten wij... Wacht even, moeten we nou alles afkoppelen of niet? 95. Oh, staat achter voren. Tot met 81. Ja, dus al. Alles. Scenario gedaan. Scenario completed. Congratulations. Zeer mooi scenario gemaakt door Mark. Ik weet niet of het nou standaard met de route meekwam of dat het een los scenario was. Hoe dan ook, het zat sowieso op treinpunt natuurlijk. Dat wil niet met de route alles was. Zit bij de route erbij. Kijk, zeer mooi. Oorspronkelijk was het met een 6400, maar ik vond het wel leuk als een keer om in de Classic 6 te rijden. Dat eigenlijk wel eens mijn idee wel vaker mogen doen. Dus. Mocht er nog iemand een idee willen, bij deze. Zeer leuk. Dankjewel, Mark.